Welkom bij deze eerste video van de 28, waarin ik jullie 28 dagen lang mee ga nemen in mijn menstruatiecyclus. En vandaag is het dag 1. En dat betekent dus dat ik vandaag echt ongesteld ben geworden. En ik merk dat het zelfs voor mij toch nog best wel spannend is, of dat ik een soort van drempel over moet om hierover te delen. En ik deel het vooral voor vrouwen, dus dat voelt wel veilig, maar ik wil het toch ook gewoon op het internet zetten. En om zo open te zijn over mijn vrouwelijkheid en menstruatie vooral, dat voelt super kwetsbaar. Want de menstruatie is iets wat heel kwetsbaar is. En zoals de titel van deze video ook al zegt, krijgen we vaak als vrouwen dingen naar ons toegeworpen als: jezus, ben je ongesteld of zo. Alsof het iets slechts is. En ja, dat raakt me. Dat doet me verdriet. Ja, het raakt me zo. Ik vind het echt vreselijk dat er zo met menstruatie wordt omgegaan. Omdat het eigenlijk zoiets bijzonders is en zoiets magisch is. Dat iedere vrouw gewoon in haar bekken, in haar buik, een baarmoeder heeft. En dat die baarmoeder in staat is om nieuw leven te verwekken. Dat is gewoon de meest bijzondere, meest heilige plek van het mens zijn. Het is de poort naar de hemel. En ja, dan zijn we emotioneel. Dan zijn we in de war, dan zijn we soms chagrijnig. En dan voelt ons hele lijf opgeblazen. En dan is het soms moeilijk om iemand dichtbij te laten. Maar dan is het ook zo fucking pijnlijk als daar grappen over worden gemaakt. Of als daar niet liefdevol en respectvol mee omgegaan wordt. En ik voel me nu open en kwetsbaar en rauw. Maar ook dankbaar, want vanmorgen werd ik wel gezien en ontmoet in mijn vrouwelijkheid en in mijn baarmoederkracht. En ja, ik was met een hele bijzondere man en die kon echt bij me zijn. En ik heb hem daar ook om gevraagd: wil je me hier aanraken? En het duurde een tijdje voordat ik er echt in kon ontspannen, omdat er gewoon zoveel, ja, alsof mijn lijf toch de neiging heeft om hem echt weg te duwen. Maar het zorgt ook voor eenzaamheid. Dus er is ook een verlangen om hem bij me te laten. En het voelt alsof er allemaal hekjes om mijn baarmoeder staan. Maar het zijn gelukkig geen ijzeren hekken meer met speren. Maar het waren een soort van plastic speelgoedhekjes. En met zijn aanraking kon er weer zo'n hekje smelten. En in dat smelten is er zoveel ontroering en zoveel dankbaarheid. En zoveel verzachting. En ik voelde ook mijn baarmoeder ontspannen en de pijn ontspannen en verzachten. Alleen maar door liefdevolle aanwezigheid van een ander. En van sisters is dat super fijn, maar ook nog eens van een man. Dat was zo fijn en zo ontroerend en zo bijzonder. En ik merk ook nu dat ik zit te huilen en dat ik dan projecteer op jullie dat je denkt: ja, Jezus, die is lekker een potje ongesteld, maar ik wil het ook niet meer veroordelen. Want ja, als ik ongesteld ben, dan sta ik gewoon knijten open. En dat is heerlijk. Ik ben zo mega sensitief. En ja, ze zeggen ook dat de kanalen, de energetische kanalen, ook veel meer openstaan. Dus, en dat, om het spiritueel te zeggen, dat de sluiers dun zijn. De sluiers tussen deze aardse duale werkelijkheid en de non-duale.
hemelse werkelijkheid, zeg maar. En dus dat het contact met de andere zijde ook zo makkelijk te maken is nu. Dus laten we alsjeblieft ophouden met het veroordelen van menstruatie en het veroordelen van vrouwelijke emoties en van geraaktheid. Want dit is de kwetsbaarheid die juist zo nodig is in de wereld. En dit is de oerkracht die zegt, godverdomme, hier ben ik. Ja, ik laat me raken door alle leed die er in de wereld is. Ik laat me raken. Juist nu. Juist nu. Dus voor de vrouwen, eer je menstruatie, eer je bloed, eer dat je emotioneel en open bent en super gevoelig bent. Wees lief en zacht voor jezelf en communiceer hierover met je dierbaren. En voor de mannen, ik weet dat het een hele uitdaging is om bij ons te zijn, zeker wanneer we onszelf niet lief hebben in deze fase. En dat we dan echt hysterische krengen kunnen zijn en manipulatief en push en pull en weet ik veel wat voor drama we allemaal kunnen creëren. Maar alsjeblieft, zie ons achter die drama. En zie het diepe verlangen naar gezien worden. Wees nieuwsgierig naar wat een vrouw ervaart als ze menstrueert. En heb respect voor haar baarmoeder, alsof haar baarmoeder jouw kinderen zou kunnen baren. Of het nou letterlijk zo is of niet. Maar besef je dat zij in staat is om je kinderen te baren. En wees met respect en liefde bij haar. Verwacht niets van haar, maar ben er gewoon. Haal adem. Zie haar. Hou haar vast.